Ja, ik ben Anno van den Berg. En we hebben samen met mijn vrouw ook een melkveebedrijf in Garmerwolde. En we hebben ongeveer 100 melkkoeien. We zijn in 1986 zijn wij vanuit Zuid-Holland verhuisd. Ben ik met mijn ouders hierheen gekomen. En we hebben toen eerst in Maas gezeten met mijn ouders. En dat hebben we gedaan in 10 jaar met akkerbouw erbij. Maar mijn hart lag meer bij de melkkoeien. Mijn drijfveer is toch wel zeg maar, dat je de vrijheid van het ondernemen, maar ook je kan zelf je dag bepalen. In grote lijnen binnen bepaalde concours. En ik zou er niet aan moeten denken dat ik iedere ochtend met mijn broodtrommeltje naar de baas zou moeten. En dat ik vanmiddag om 5 uur denk van nou, gauw de deur dicht en weer gauw naar huis. Nee, dan zit hier voor ons en voor mij veel meer uitdagingen. We hadden met bosbeton op de site gekeken. En toen hebben we heb ik tekeningen gemaakt op de site, kon je indienen zeg maar, dat hun er daar een prijsopgave bij deden. Dat hebben ze me teruggekoppeld en toen had ik eigenlijk het idee van ja, ik zit nog met mijn hemelwater af voor en het persapverhaal. Want ik had inmiddels controle gehad van het waterschap. En die hadden toch wat opmerkingen op de oude situatie dat het toch eigenlijk anders moest. Dat heb ik gezegd bij Bosbeton, dat ik een oplossing daarvoor zocht. En toen kwamen hun zelf met de persapgoot van hun. En die leg je dus midden in de silo. En ga je de silo horizontaal leggen, vlak leggen. Een gegeven is gewoon dat mijn vader met 30 koeien een boterham kon verdienen. En dat wij er ongeveer 100 nodig hebben. En ik denk dat het naar de toekomst wil een van onze jongens ook boer worden, zeg maar, dat dat zo blijft. En dat er dus, dan denk ik dat het, dus het aantal koeien wel weer gegroeid zal zijn. Ik verwacht zelf niet dat dat in hele grote stappen zal gebeuren, maar dat het toch een gezinsbedrijf zal blijven. We hebben nu 1 silo van bosbeton neergelegd. En het plan is wel zeg maar, om een oude silo die ernaast ligt af te breken en ook te vervangen voor een andere silo. En daar kan bosbeton natuurlijk een hele goede rol in spelen, zeker met de ervaringen die we nu hebben. Met bosbeton en de strakheid van plannen die we hebben en het snelle leveren.